Eigenlijk jaren later is het natuurlijk zo dat iedere ervaring meespeelt in je carrière. Maar waar je echt nooit op hebt gerekend, is uiteindelijk natuurlijk het ultieme wat een ouder kan overkomen. En dat is het verliezen van je kind. Ja. 18 april 2008 sneuvelt je zoon Dennis in Oeruzgan. Geboren in 1984 en jij was nog maar net aangetreden als CDS. Heel veel verhalen zijn er al met jou besproken over je zoon en zijn optreden. Daar wil ik het niet zoveel over hebben. Maar ik wil het vooral met jou over hebben als het mag over Dennis zelf. Want heel veel mensen hebben eigenlijk geen beeld van wie Dennis eigenlijk was. En hoe hij opgroeide en wat voor een jongen het was. Waar is bijvoorbeeld Dennis geboren? Net na onze uitzending heb je hem gemaakt, hè? Waarschijnlijk. Vlak na onze uitzending is hij tot stand gekomen. Dat is wel precies. Maar hij is geboren in Nijmegen, in een ziekenhuis. Ja. En toch heel bijzonder. Je kind, je eerste kind. Ja. Ik heb altijd gezegd tegen mijn vrouw van ja, eigenlijk ben ik nog niet volwassen genoeg om papa te worden. Ja. Maar als dat kind er is, dan is al die bullshit weg en dan ben je er. Ja. Was je er trouwens bij? Ja, ik was erbij. Okay. Ja. ik vind dat nog steeds de mooiste momenten van mijn leven. De geboorte van onze zoon, de geboorte van onze dochter. Ja. Dat is fantastisch, daar kan ik weer helemaal emotioneel van worden. Maar goed, hij is in het ziekenhuis geboren, daarna mee naar huis genomen. Ja. Hij is opgegroeid als een vrolijk manneke. Okay. In Graven. Oh, jullie wonen in Graven? Wij wonen in Graven. En gewoon de... hij had energiek mannetje? Wat hem typeert bijvoorbeeld is dat... naast ons wel een hele fijne buren, maar je had zo'n rijtjeshuis, carport, twee voordeuren, paadje er naartoe. Ja. En bij de andere voordeur, er wonen hartstikke aardige mensen, maar die hadden een tweeling gekregen een jaar daarvoor. Hmm. En dat waren belhamels. Okay. Die, ja, als je die met elkaar zag spelen, dat was meer dan spelen. Dat was, die sloegen elkaar de kop kapot. maar dat kwam niet tussen die twee mannetjes. Okay. Zo. En op een gegeven moment, onze Dennis moest ook naar buiten. Ja. Maar dat paadje was van die twee belhamers, vonden ze. Ja, ja. Dus ja, Dennis ging naar buiten. Die twee belhamers die gingen hem even vertellen dat hij hier niks te vertellen had. Oh, ja. En mijn vrouw en ik stonden in de keuken. En ik zei tegen mijn vrouw, dan moeten we hier blijven. Oh, ja. Want als we hem nou helpen, moeten we hem de rest van zijn leven helpen. Ja. En binnen de kortste keren... overkwam al eerder dus, begrijp ik. Ja. Dus binnen de kortste keren was hij dikke maten met die twee jongens. Zo. En had hij zich er... Maar een beetje overdreven, maar ingevochten. Oh. En kon hij prima met Jos en Lauren vinden. Dat waren zijn maatjes. En dat kwam ook een beetje doordat jij hem op judo schopte ook. Nou ja, op een gegeven moment, Jos en Lauren zaten op judo, dus hij wilde ook op judo. Ah, ik zie. Ja. Dat heeft hem in ieder geval geholpen. Want ik zal niet zeggen dat hij ADHD had, maar hij was wel behoorlijk actief. Okay. En hij moest zijn energie wel kwijt. Ja. En we hadden een fantastische judoleraar. Hm. Een oudere man die 40 kinderen in de leeftijd van 5 tot 14 gewoon volledig in de hand had. Ja. Ik vond het bijzonder om te zien. Diep respect voor die man. Mm. Maar die man leerde die kinderen allemaal dat ze respect moesten hebben voor een tegenstander. En als jij werpt, dan hou je vast. Ja. Je gooit dus niet iemand van je af. Ja. Nee, je werpt en je begeleidt hem naar de vloer. Ja. En daar leerde hij ook zijn tomeloze energie een beetje in te tomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ja, hij vond het wat voor leeftijd praten we nu? Nou, het mooie van die sensei, die judo-leraar was, wij gingen daar naartoe, we gingen eens kijken en ik dacht, dit bevalt me wel. Hmm. Ik kwam uit Nijmegen en daar is een zeer prestigieuze club. Daar worden de kindjes echt, van jij moet top-judoka worden, dat was voor mij niet de bedoeling. Okay. En toen gingen we naar, we hadden twee keer geloof ik gekeken en toen ging naar de leraar toe en zei, nou, wil onze zoon wel op de judo doen, maar ik weet niet meer, 5 of zoiets. Ja. Maar kan dat dan met 5 jaar? En de leraar zei, de leeftijd is niet belangrijk. Oh. Dat zei dus ook. Wat dan wel? Hij zegt, uw kind moet begrijpen wat ik uitleg en moet kunnen doen wat ik wil. Mm. En dan mag die komen. Is die 4 of 10, dat maakt niet uit. Zo. Maar het gaat erom dat hij de dingen goed doet zoals ik het uitleg, want hij is wel een ander kind ook bezig. Dus dan gaan we nu met hem even de judomat op en dan halen we een kindje erbij en dan kijken we even of... Nou, toen mocht hij bij.
geweldig. Nou, dan denk ik, ja, jij snapt het. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een goede leider. Ja, dat was een voorbeeld, die man. Ja. Als die kinderen ook... Kom niet uit het leger toevallig? Nee, totaal niet. Maar als hij iets wilde zeggen, klapte hij zijn handen en dan moesten alle kinderen stilstaan. Ja. En ik denk ook dat Dennis daar respect voor had. Dennis had diep respect voor die man. Ja, dat is mooi, hè, van dat soort mensen. Ja, die man had voor die kinderen een soort aura. Die was gewoon absolute heerser op die mat. Ja. En 40 krioelende kinderen, fantastisch. Dat is inderdaad enorm. En hij begon met de witte band natuurlijk. Heeft meerdere banden gehaald. Ja. En hij moest altijd aan de clubkampioenschap meedoen. Oh ja? En hij heeft wat toernooitjes gedaan. Eén keer heeft hij een internationaal toernooi meegedaan. Toen was hij een jaar of 8-9, denk ik. Er waren twee jongens uit Duitsland bij. Wat leuk. Maar wat voor een band haalt ze? Ik durf het niet meer te zeggen. Nee. Maar bij dat internationale toernooi stonden wij dus ook langs de kant te kijken. Ja. En hij moest tegen een jongetje judoën. En die scheidsrechter zei, handje mee, dan mag je dus beginnen. Oh ja. Ja. En de man naast mij, die roept, maak hem af. Oh. Oei. Kijk zo. Sorry. Wat zegt u nu? Dat is mijn zoon. Ja. Dit had voor hetzelfde geld een matpartij naast de mat kunnen worden. Ja, ja, ja. Maar die man die schrok van wat ik zei. Van wat zegt u nu? Die zei, sorry. Het was mijn enthousiasme. Erg fanatiek ook. Ja, ouders zijn heel fanatiek. Wij beseften dat wij gewoon de kinderen hun werk moesten laten. En dat was zijn sport? Nee, hij heeft ook nog een tijdje basketbal gedaan. Maar... En uiteindelijk judo en tennis zijn zijn sport geweest. Oké, dus hij is begonnen met het judo eigenlijk. Ja, en dat heeft hij gedaan. Ja, en hij heeft dus uiteindelijk de bondstraining van de KNLTB voor tennis gedaan. Okay. Dus hij tenniste best wel redelijk. Alleen zijn ambitie zat hem in de weg. Ah. Hij wilde altijd de perfecte bal slaan. Nou, wij op onze leeftijd weten dat niet gaat lukken. Nee. Zolang dat maar goed ging, kon hij van iedereen winnen. Ja. Maar als hij zichzelf in de weg ging zitten, omdat hij een keer een foute bal had geslagen, dan kon hij ook van de slechtste verliezen. Was het een lang mannetje eigenlijk voor zijn leeftijd? Nee, uiteindelijk was hij een halve kop groter dan ik. Okay. Maar hij was echt heel erg... In beginsel was hij... Ja, nee, dus hij was voor nu de gemiddelde leeftijd, denk ik. Hij was niet echt super groot, maar wel groter dan ik. En wij gingen af en toe samen hardlopen. Oh ja. En toen hij op die KMA zat... Ja. Toen zei ik op een gegeven moment ook weer van hey Dennis, zullen we gaan hardlopen? Ja, is goed. En dus ik ging naar boven met trainingspak aan en hij komt terug en overal hoge schoenen. Oh, zo. Nou ja, als jij dat wil, prima. En van ons uit was het dan gewoon een kleine kilometer naar het bos. Dus dat was warming up. En in het bos ging wel echt hardlopen. Ja. En in het bos hij loopt te zoeken. Wat is hij nou aan het doen? Ja. En hij vindt uiteindelijk een boomstam die hem wel zinde. Oh. Hij pakt die boomstam, legt hem op zijn schouder, komt naar me toe lopen en zegt zo. Nou kunnen we allebei even hardlopen. Dat was een mentaal dipje van papa. Ja, zeker. Zo oud was je ook weer niet, hè? Nee, maar zo was toch. Ja, zo was hij. En dat vond hij leuk, om ook wel de boel te jennen. Maar hij was echt een lastige puber. Hij is echt een hele lastige puber geweest. Ja, maar wat praten we dan over? Praten we dan over vanaf zijn 12e, 13e jaar? Ja, nou een beetje naar de middelbare schooltijd? Nee, de middelbare schooltijd in het begin ging goed. Maar op de hogere klasse... Ik heb altijd gezegd, hij was slim genoeg voor het VWO, maar hij was te stom om ervoor te leren. Oké. Okay. Ja. Dus uiteindelijk ging hij naar de HAVO. Stond hij af naar de HAVO of zat hij al op de HAVO? Nee, hij moest op een gegeven moment kiezen, toen ging hij toch maar naar de HAVO. Ja. Toen hij dus in de hogere klasse zat, toen was er af en toe geen landen om te bezeilen. Waarom niet? Nou, hij hoorde op school de kont tegen de krip. Opstandig. Opstandig. Een lontje misschien. Hij raakte geen studieboek meer aan. Okay. Dus we hebben wel menig gesprekken op de middelbare school over hem gehad. Maar soms had hij ook gewoon gelijk. Mm. Ja. Dat wist hij heel goed dat hij dan gelijk had. Ja. En dan moest hij ook zo gelijk hebben. Ik kan me nog wel een keer herinneren dat we een gesprek op school hadden met een leraar. En in dat gesprek... vertelde die leraar allemaal dingen waarvan ik dacht, wat ben jij aan het doen? Hm. Dus ja, Dennis, ik begrijp dat jij deze man af en toe een beetje irriteert, want die man is zelf ook niet goed bezig. Hm. Dus aan het eind van het gesprek heb ik gezegd van, Dennis, doe papa even een plezier, wacht even op de gang. Nou, dat vond hij best als je maar wegkomt. Oh ja. Toen heb ik een stevig gesprek met die leraar gehad. Ik geef u even terug wat u zojuist allemaal gezegd heeft. Oh ja. Ja? En daar ben ik het er niet mee eens. En dat moet u ook niet meer doen. Ja. Want dan gaan we hier een ander gesprek hebben, meneer. Ja. Ja? En ik beloof nu, mijn zoon zal bij u in de klas komen. Hij heeft altijd zijn petje af. Want Dennis hield een extra zijn petje op. Ja. En hij gaat vooraan zitten. Mm-hmm. En het is aan u om die jongen iets te leren. Ja.
Nou, en daar hebben we met Dennis aan, dat deed hij dus ook. Maar, nou, om aan te geven hoe die was, 2-3 maanden voor het eindexamen, kwam die thuis met een brief. Echt zo van, hey papa, mama, het is gelukt. Ik zeg, wat is gelukt, jongen? En had hij een brief van school dat hij niet meer op school kan. Zo. Hij mocht nog wel zijn eindexamen komen doen, maar hij mocht niet meer op school komen. En wat was nou het geval? Zijn passiviteit in de klas, ja, straalde uit op alle leerlingen. Ja, ja, ja. Ja. En dat wilden ze dus niet vlak voor het examen. Nee. Dus ik zei tegen hem, ik wil een goed vormend gesprek met mijn zoon beginnen. Ik zei, Dennis, dit kan niet. En hij kijkt me aan en zei, pap, daar heb ik nog anderhalf jaar aan gewerkt. Ja, ja. Op de universiteit noemen ze dat collegevrijheid. Oh, ja, ja, ja. Hij had er al lang over nagedacht. Ja, wat goed, hè. Hij zei, maak je nou niet geen zorgen, papa. Ja. Je weet dat ik naar de militaire academie wil. Ja. Ik haal mijn examen. Ik ga dat gewoon doen. Zo. Dus wel doortastend. En deed hij. Ja, dat deed hij gewoon. Dus hij had anderhalf jaar geen boek aan, maar hij luisterde wel. Ja, ja, ja. Ja. Alleen liet hij het niet merken. Nee, nee. Hij nam het allemaal wel op. Ja. Maar hij maakte geen huiswerk, niks. Was het ook een individualist of was het meer een groep? Nee, hij had een grote vriendengroep. Oh, oké. Okay. Leuk. Nee, dus hij hield de vriendengroep ook af en toe wel op het rechte pad. Ja, ja. Dat hoorden we dan pas achteraf, okay. Nadat het gebeurd was. Ja. Hoorden van die vriendengroep van, ja, dan waren ze weer iets van plan. Dan zei Dennis van, nou, dat gaan we maar even niet doen. Nee, maar het is een knappe vent om te zien, moet ik zeggen, ook van de foto's. Nee. Ja, dat ja, laat ik graag een ander over, maar ik maar denk dat het indruk maakte. Ja. Vrouwelijke aandacht had hij wel, denk ik. Nou, eigenlijk niet zozeer, want hij had op de middelbare school, nou, eigenlijk kwam er zo achter. Hij wilde altijd een boterham met hagelslag mee naar school. Ja. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat hij die niet op had. Dat hij die zelf niet op had. Wat is er dan aan de hand? Nou, toen bleek er een meisje te zijn. Die kreeg dus altijd boterhammen met de komkommer en weet ik wat allemaal. En ze wisselden dus boterhammen met elkaar. Dat meisje kende hij al heel lang. Ja. Nou, dat had uiteindelijk zijn partner ook. Dus het was maar één meisje. Ja, het was maar één meisje. Het meisje. Ja. Uiteindelijk gebleven. Ja. Dat is toch ook wel heel bijzonder. Ja, hoe oud was hij toen? Toen die, ik denk dat hij toen 16 was of zo. En dat is zijn brommertijd. Ja. En hoe heet ze? Lieneke. Lieneke. En Lieneke was er ook een jonge dame dan nog? Ja, ja, maar die hebben op de. Met wat. Het is een keer uit geweest en nog een keer aan en nog een keer uit. Logisch. Maar, maar uiteindelijk zijn ze voor elkaar gegaan. Ja. En dat is een schat van de meid. Geweldig. En ze is nu gewoon een dochter van ons. Ja, 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 ik kan me voorstellen. Ja. Mooi om te horen, want hij is inderdaad wat dat betreft eigenlijk een hele actieve jongen geweest. En als je dat zo ziet, heeft hij dus paste het militaire beroep. Het avontuurlijke. Hij keek natuurlijk wel een beetje naar jou op misschien ook wel. Nou ja, achteraf denk ik dan, hij heeft die beroepskeuze niet voor niets gemaakt. Zodat hij al die... Ja, ik kwam altijd enthousiast thuis en ik had een mooie verhaal over mijn werk, want ik... Tuurlijk. Ik had een hele goede beroepskeuze gemaakt, die paste bij mij. Jullie hadden ook een goede band met elkaar, vader. Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Mooi. Ik had best mijn twijfels. Ik had geen twijfels of Dennis een goed militair zou worden. Dat zat wel in hem. Ja. Maar of hij een goede leider zou worden, daar had ik mijn twijfels over. Want hij was in mijn ogen het veelste wild nog. Impulsief een beetje. Ja, ook. Ja. Maar... Uiteindelijk uit twee verhalen, die hebben mij wel tot de conclusie gebracht dat hij ook een goed leider werd. En de ene is dat hij was pelotonscommandant en ze moesten een oefening doen in de bossen. Mm-hmm. En ik heb het verhaal van zijn maten, maar ook van zijn compagniecommandant, van zijn baas. Ja, ja. En op een gegeven moment waren de verbindingen slecht en zij werden aangevallen. En Dennis neemt gewoon de rol van de baas over en begint met die pelotons in dat bos te manoeuvreren. En hij deed alle goede dingen. Zo. Dus als jonge luitenant was hij tactisch eigenlijk al best wel goed. Ja. Dat is wel een voorwaarde om uiteindelijk goed leider te worden. Maar of hij echt mensenleiding kon geven, daar had ik mijn twijfels over. En uiteindelijk hebben meerdere soldaten uit zijn peloton hebben dit verhaal aan mij verteld. En eentje heeft het opgeschreven. Hij zat bij de luchtmobiele brigade. Ja. En hij wilde naar Afghanistan. En de club waar hij bij zat zou niet gaan. Dus ging hij bewust naar de panzerinfanterie. En hij kreeg daar een peloton wat geen pelotonscommandant had en geen pelotonsergeant. Mm-hmm. Dus dat peloton, dat dwarrelde een beetje. Ja. Na een week of twee kwam hij bij me en zei hij, papa, ik weet niet of ik dit peloton klaar krijg voor Afghanistan. Zo. Als ik het naar mijn maat wil doen, ze zijn nog lang niet zo ver. Oh, ja. En toen heb ik heel kort samengevat en zei, Dennis, jij hebt gekozen om daar naartoe te gaan. Jij bent verantwoordelijk, jij bent hun baas, dus... Het is jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de jongens ervoor klaar zijn. En doe één ding.
Zorg ervoor dat als je weggaat, dat je in de spiegel kunt kijken, dat je tegen jezelf kunt zeggen dat je er alles aan gedaan hebt. Ja. En hij is toen echt aan dat peloton gaan sleuren. Goh. Hij heeft ze hebben hem vervloekt. Zo. Nooit was het goed. Hm. Overnieuw, nog een keer. En toen hadden ze een schietserie. Ik word daar emotioneel van, dat geeft niet. En toen moesten al die pelotons een tactische schietoefening met scherpe munitie doen. Ja. En toen al die pelotons waren geweest, was het peloton van Dennis, had het beste gedaan. Zo. Goh. En na die oefening pakte hij zijn uitklapstoeltje. Dus de jongens zaten allemaal onderhoud aan het wapen te plegen. En hij gaat tussen de jongens in zitten. En hij zegt tegen één jongen van, hey, jouw moeder is ziek, hè? Hoe is het ermee? En tegen een andere jongen zegt hij, hey, jouw vriendin die doet een opleiding, hè? Die moet binnenkort examen doen, hoe is het ermee? Gaat ze het halen? En toen begrepen die jongens, hij weet alles van ons. Maar nu, hij gaf door die manier van optreden, gaf hij aan van, nu is het tijd voor andere dingen. Ja. Ja? Ja, nou zijn jullie professioneel zover, nu is het tijd voor andere dingen. Ja. En dat hele peloton heeft dat zo ook begrepen. Hmm. Ze hebben het mij verteld gewoon. Ze hebben eentje, wat ik al zei, heeft het mij opgeschreven aan de ouders van Dennis. Ja. Om duidelijk te maken dat ze hem inderdaad vervloekt hebben. Maar dat ze toen pas begrepen waarom hij dat gedaan had. Zo, dat is toch wel bijzonder. En dat was voor mij wel een moment waarop ik dacht van ja, hij zat wel op zijn plek. Dat is wel, ja, en zeker wat we al in het begin zeiden. Dat vertrouwen wat hij uiteindelijk ook kon geven. Ja. Dat kreeg hij dan ook terug. Ik denk dat hij dat uiteindelijk terugkreeg. Het belletje van naar jou bijvoorbeeld, van dat hij niet lekker in zijn vel zat. Over iemand die bijvoorbeeld met huwelijksproblemen zat. Ja. Fantastisch natuurlijk dat hij daar ook over praatte, ook met die mensen. Ja, maar hij was net zoals ik, hij was heel extravert. Ja, hij was extravert. Ja, dat had hij wel van zijn vader meegekregen. Ja, geweldig. Dus dat was eigenlijk zijn optreden en zijn, dat kenmerkte hem als persoon. Ja. Wat zo belangrijk was. Ja, ja, hey, dat, je moet een enorm trots... Ja, ben ik ook, want hij heeft, ik zei al, hij zat op zijn plek. Hij heeft alleen de pech gehad dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plek zat. Wat had hij uiteindelijk willen ambiëren, weet je dat ook? Wat was zijn ambitie uiteindelijk? Heeft hij daar ooit over gesproken? We hebben er wel eens over gesproken, maar ik heb tegen hem gezegd, Dennis. Want hij vroeg wel eens aan mij van, papa, wilde jij nou, toen ik baas van de landmacht was, wilde jij nou altijd baas van de landmacht worden? En toen heb ik tegen gezegd, Dennis, ik was altijd bezig om mijn functie, mijn baan, mijn verantwoordelijkheid op dat moment goed te doen. Ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met een carrière. Nee. Mijn advies aan jou is, wees een goede pelotonscommandant, wees een goede luitenant. Ja. En als het dan zo is, dan word je ook kompiescommandant. Ja, en als dat zo is, dan kun je misschien later nog veel meer. Ja. Maar focus je op waar je mee bezig bent. Ja. Kijk wel om je heen, leer van je bazen. Hè, hoe het moet en hoe het niet moet. Ja. En dat deed hij wel. Ja, het was echt wat dat betreft echt de operationele man. Ja. En hij heeft geen ambtelijke figuur. Nee, zeker niet. Dat zeker had hem niet gepast, zo'n functie. Nee, het was echt een troepenman. En hij heeft enorm geluk gehad dat hij bij zijn eerste plaatsing als luitenant in een compagnie is gekomen met een fantastische compagniecommandant. Een hele goede commandant. Een hele goede compagnie-sergeant-majoor. Ja. Die hem echt af en toe aan zijn oren trok van luitenant, kom eens even achter de kast, want dit was niet zo handig. Nee. En die hebben hem denk ik als commandant, maar ook als mens denk ik, mede gevormd. Ja, fantastisch. Ja. Nou, dat is natuurlijk het de verandering die je misschien ziet in jouw zoon. Ja. Hè, van middelbare schooltijd en de KMA en dan... Dit? Ik zag hem niet alleen in spierkracht, maar gewoon als mens. Als mens zou ik ontwikkelen. Ja, zou hem groeien. Ja. En dat is natuurlijk ook heel... Want jij bent eigenlijk ook een troepenman. Nou heb je natuurlijk wel ook dat hele belangrijke werk gedaan als CDS. Ja. Wat we nu ook door de heren zien doen. Maar het is een hele andere ballgame eigenlijk. Natuurlijk. In de bestuurlijke context en tegen de politieke arena aan. Ja. Dat is wel wat anders dan dat je met je poot in de modder tussen de maten staat, om maar simpel te zeggen. Ja. En je moet dat wel allebei kunnen, wil je uiteindelijk de goede dingen kunnen doen voor de krijgsmacht. Ja. Ja. En men noemt mij een troepenman. Ik heb mijn uiterste best gedaan om zo lang mogelijk bij de eenheden te blijven. Ja. Toen ik de krijgsmacht had gedaan, gingen veel van mijn klasgenoten gingen onmiddellijk de Haagse staven in. Ja. En ik riep, laat mij maar teruggaan naar de troep. Precies, luchtmobiel. Ja, maar dus, daar lag mijn hart. Ja.
Ja, ja, en dat blijkt, want zo herinneren we jou ook. Hè? Ook al mijn maten, die hebben allemaal hetzelfde. En dat is toch wel mooi dat je dat, over die eigenschappen beschikte toen al. Nu zie je natuurlijk commandanten die dat ook doen en proberen te doen. Maar het blijft natuurlijk mensenwerk. Dat is het ook. Maar ja, ik was bijvoorbeeld, dat is wel misschien nog een grappig verhaal wat je me niet kent. Nee. Maar aan het eind van onze Libanon-periode hebben Hans Verhagen, onze complice Jean-Major, ja. Ja. En Gerard Wondergem, onze plaatsvanger, mijn plaatsvervanger, ja. Die wilden een gesprek met mij. Hallo, we zien elkaar dagelijks. Hè? Ja. Wat willen jullie met mij bespreken? En die twee hebben dan toen, tot mijn grote verbazing, hebben toen tegen mij gezegd, hey, Peter, weet je wel dat jij een hele grote wordt in de krijgsmacht? Ja. En ik zei, wat? Waar komt dit vandaan? Ja. Ja, ik was helemaal verbaasd. Apropos. Maar die twee hadden dus met al samenlopen smoesen. Ja. En die hadden gezegd, we moeten het hem toch een keer vertellen, want die sukkel die snapt het nog niet zo best. Wat mooi, maar het zuid. Dat was een heel mooi gebaar. Ja, wel leuk. Het ging al door de wandelgangen. Ja, dat is mooi. Ik vond het heel mooi dat ze tegen me zei, maar ja, ja. Ik was daar zelf helemaal niet mee bezig. Nee, begrijp ik, uiteraard. Ja. 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 Zeg, en Lieneke zelf, hoe is het? Even los even van dit verhaal. Nee, maar met mijn hele gezin gaat het goed. Ja, mooi. En wij zien nog regelmatig lotgenoten, andere nabestaanden. We delen ervaringen uit, we delen emoties uit. Ja. Maar ik durf wel te zeggen dat met mijn gezin, waar ik Lieneke toe reken, ja. Dat het heel goed gaat. En natuurlijk, er is iets heel dramatisch in ons leven gebeurd. Dat kunnen we niet terugdraaien. Zouden we graag willen. En soms komt dat weer even rauw op je dak. Dan heb je een slechte dag. Maar we hebben de blik wel vooruit. En ik ben wel trots op waar wij met z'n viertjes staan. Ja, mooi. Ja. Mooi. Heel fijn dat je dit al met ons wilde delen. Maar een beetje een beeld van Dennis. Alhoewel ik nog niet zijn muziekkeuze en zo. Maar ik denk Brothers in Arms en zo. Dat je dat ook wel mooi vond. Nou, volgens mij draaide hij toen niet. Maar nu zou hij het ook draaien. Nu zou hij het heel mooi draaien. Ja, ja. Ik denk dat hij zou het draaien. Ja. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo dat de mensen waar hij toen mee omging, die hem allemaal kenden uit die tijd. Ja, het is natuurlijk altijd heel lastig, hè, om daarover te praten misschien. Maar hij heeft het gedaan omdat hij dat wilde ook, Peter. Ja, hij wilde het zelf en dat is natuurlijk het mooie. Ik heb heel vaak met mijn zoon gesproken over waarom wil jij nou militair worden. Hè, toen hij dat eenmaal bekend had gesteld aan zijn papa en zijn mama. Want ik had op de KMA jongens gezien die van papa moesten. Of gingen omdat papa het wilde, om papa plezier te doen. Ja, ja dat kan niet. Die hebben het ook allemaal niet gehaald. Nee. En het laatste gesprek met hem, hè, hij was een puber. En hij raakte al een beetje geïrriteerd dat papa er weer over begon. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, ja, maar papa, jij komt iedere dag met een glimlach op je gezicht thuis. Ja. Waarom mag ik dat nou niet? Precies. Ja? Nou, dan ben je gewoon uitgemanoeuvreerd in een discussie. Van, nee, hij heeft erover nagedacht, klaar. Ja, super.